Het vaccinatieteam van het ministerie van Volksgezondheid registreert nu alle meldingen die binnenkomen van vaccinaties. Alle ongewenste gebeurtenissen na vaccinaties worden onderzocht. Infectioloog Lieke Wachee heeft gisteren tijdens haar presentatie op een persconferentie aangegeven dat er door de Adverse Events Following Immunization alles wordt geregistreerd. Klachten kunnen onafhankelijk zijn of een relatie hebben met het vaccineren. Alles wordt onderzocht, zegt de infectioloog. Voorbeelden van meldingen die we binnenkrijgen, mensen die flauwvallen vlak nadat ze gevaccineerd zijn, mensen die hoofdpijn hebben of koorts hebben de dag na de vaccinatie, of iemand die in het ziekenhuis opgenomen wordt een paar weken nadat hij zijn eerste prik heeft gehad, dan onderzoeken we ook altijd of dat een verband met elkaar kan hebben. We krijgen die gegevens binnen doordat de mensen die gevaccineerd zijn zelf naar ons bellen of een berichtje sturen. De nummers waarop dat kan staan op de vaccinatiekaartjes, dus iedereen kan het team laagdrempelig bereiken. En ook artsen die iemand zien waarvan ze denken dit zou een relatie met het vaccin kunnen hebben, kunnen telefonisch melden, via een Google Form melden of een e-mailbericht sturen. Zo'n melding komt dan binnen bij een van onze getrainde artsen en die registreert de bijwerkingen zodat we precies weten wat we allemaal binnen hebben gekregen en geeft bij milde bijwerkingen adviezen. De infectioloog zegt verder dat er ook wordt gekeken als er een relatie bestaat tussen vaccinatie en opname in het ziekenhuis. Het vaccinatieteam heeft een observatiesysteem opgezet om ernstigere problemen na vaccinatie vroeg te herkennen. Waarbij alle SEH-bezoeken, ziekenhuisopnames en alle overlijdens binnen 3 maanden na de vaccinatie door een team worden onderzocht. Nou, er zijn dus nu al meer dan 300.000 vaccins toegediend en sinds februari 2200 meldingen van bijwerkingen binnengekomen. Met name allergische reacties, dus mensen die na de vaccinatie niet lekker werden, jeuk kregen, kortademig werden. Nou, wat ik al zei, iedereen die in een ziekenhuis opgenomen moest worden in de maanden na de vaccinatie is ook onderzocht. Voor welke oorzaak dan ook, dus ook mensen die met een ernstige blaasontsteking opgenomen werden. Ook daarbij werd aanvullend onderzoek en een team ingezet om te kijken, is er een relatie? Gelukkig tot nu toe geen relaties met de vaccinaties. Enkele dingen waarbij je het niet helemaal zeker weet, maar geen dingen die ernstig zijn verlopen, die duidelijk met de vaccinaties te maken hebben. Na alle cijfers te hebben nagetrokken, blijkt dat er bij 1 COVID-dode het mogelijk is dat die is veroorzaakt door de vaccinatie. De oorzaak bleek te gaan om een zogenaamde VIPID, die een combinatie is van lage bloedplaatjes en trombose. Dus bloedstolsel zoals die in andere landen is beschreven.